Hey, er zijn ook luisteraars die zich zorgen maken om Philip en jou. Ze vragen zich af of jullie gaan stoppen met de slimste. Ja, ik zag dat ook op Twitter, want dat kwam omdat, hoe heet die... Van der Zandt, Herman van der Zandt. Van der Zandt, die stapt over naar de KRO-NCRV. Ja, ik zou zeggen, bij deze speculatie moet ik constateren, dit is een beetje voor de hand liggen, dat wij allebei nog leven. En dat wij voorlopig niet van plan zijn om op te houden met leven. En als deze waarnemers een beetje serieus nadenken, dan zien ze toch wel in dat mijn functie bij de slimste mens feitelijk nog zeker 30 jaar vervuld kan worden door mijzelf. Ik zit gewoon in een stoel en één keer per kwartier zeg ik 3 zinnen, dus dat is te doen. Desnoods met een zuurstofflesje achter de stoel is dat best te doen. En Philip is gezond, die is niet zo dik als ik, die wandelt veel, die is nog in topconditie. Dus ja, dank u wel voor de suggesties van... Kunnen die oude lullen nou niet eens een keer op sodemieteren? Kunnen we niet eens lekker speculeren over wie dat zouden kunnen doen? Ik vind het eerlijk gezegd nogal onbeleefd. Ja, maar die mensen denken... Maar eigenlijk, voor veel mensen zijn wij eigenlijk al dood. Een soort van Walking Dead, ja. Die een programma presenteren. Maar is het waar dat als Philip zegt, ik stop ermee, dat jij ook stopt? Dat jullie een soort van verbinding... Ja, dat is wel het idee, dat ik dan ook stop, ja. Oké. Want ja, dan begrijp je natuurlijk dat het programma daarna, dat zal dan zijn over 10 jaar of zo, gepresenteerd gaat worden door een of andere hupse blondine. Hè, met zo'n vlecht, zal ik maar zeggen. Ja, of Herman van der Zandt, wat ze dus nu ja, denken. Ja, dat zou ik... Oh ja, sorry, ik was even Herman vergeten. Dat is natuurlijk geen hupse blondine. Ik neem aan dat hij bij de KRO-NCRV allerlei andere leuke dingen gaat doen. Iedereen gaat culturele programma's maken. Jinek gaat culturele programma's maken. Kennelijk is dat ineens in de mode gekomen. Oké, maar dus... Ik denk wel dat ze ook wel zien dat natuurlijk talkshows dat een beetje een gepasseerd seizoen is. Zijn nou te veel en zijn niet goed genoeg. En nu wordt er dus kennelijk een heel nieuwe richting ingeslagen. Okay. Maar het is niet zo dat jullie met het laatste seizoen nu bezig zijn? Niet dat ik weet. Het kan natuurlijk zijn dat je ineens, je weet hoe Hilversum in elkaar zit, dat je ineens hoort dat je eigenlijk dood bent en dat de KRO en CV je 2 exemplaren van de Pil van Drion toezendt van... Ja. U kunt de verjaardag nog vieren, maar dan moet het ook maar eens een keertje afgelopen zijn. Nee, ik vind het eigenlijk heel gek. Nou, het programma scoort ook nog steeds ontzettend goed. Ja, dan gaan we even afwachten. We starten weer op aanstaande maandag. Maar het is, ik vind het kenmerkend en in feite weer een vorm van bejaardendiscriminatie. Dat ze er zo vanzelfsprekend van uitgaan. Nee, dat moet maar toch een keertje afgelopen zijn. Dat zijn toch wrakken. Ja, die lui die functioneren toch helemaal niet meer. Dat zie je toch ook wel. Nee, het zijn juist de dingen die Philip en ik doen. Voor Philip kost het iets meer energie dan voor mij. Maar dat is echt ook voor de lange termijn een heel aantrekkelijk perspectief. Ik weet niet of je Kissinger hebt gezien. Dat is een van de hoogtepunten. Heb ik dat de vorige keer al gezien? Ja, bij China. Bij Xi Jinping. Je zag ook Xi, die was hartstikke gelukkig dat hij... Dat Kissinger is zo'n rare dwerg geworden. Hè? Waarschijnlijk is zijn ruggengraat ingezakt of zo. Dat moeten de medici maar eens een keertje uitleggen. Maar ja, hij denkt nog heel kwiek. Ja, maar jullie vinden het nog steeds leuk om te doen, het programma. Want je hebt dus gezegd... Het is een uitje, meneer. Ja. Zo zie ik het. Ja. De grote kracht van het programma is volgens mij... Dat het maar 2 keer per jaar een beperkte periode is. Als het hele jaar zou zijn, dan treedt er verveling. Ja, denk aan de talkshows. Dan treedt er verveling op. Je kunt er toch goddomme niet elke dag naar kijken. 3 maanden achter elkaar. Dit zijn natuurlijk 30 afleveringen en het is klaar. Ja, ja, maar kan me voorstellen. Volgens mij denkt Philip daar precies zo over als ik. We zijn altijd blij als het weer start. Leuk. En we zijn ook altijd blij als het weer klaar is. Leuk. Ja, ja. Wel anders doen. Maar het is niet zo dat jullie denken, oh, we worden een jaartje ouder. Het wordt nu wel een enorme opgave om nee, iedere keer te doen. Nee, wij denken nooit, wij worden een jaartje ouder. Nee, nooit. Denken we nooit aan. Oké. Ik kan me wel voorstellen. Ik begrijp dat een groot deel van de Twittergemeenschap daar wel de hele dag aan denkt. En dan, ja, ik vind het eigenlijk opmerkelijk dat... Is dat eigenlijk bij al die televisiegasten zo, dat je al meteen begint te denken... Kan die man nou niet eens op zo'n Dimitri? Ik hoor dat hij al over de 50 is. Hoezo is Wendy al 50? Ik wist dat helemaal niet. Zou ze niet eens op moeten donderen?
Wat zijn van vrouwen van 50 plus, dat kan toch niet meer. Nou, ik zag ook een poll van mensen. Het is allemaal pure discriminatie. Ja, ik zag ook ergens een polletje van kijkers die zeiden van nee, Philip en Maarten vooral doorgaan. Dus er waren ook heel veel mensen. Dat heb ik dan weer niet gezien, moet ik zeggen. Ja, er waren ook heel veel mensen positief die zeiden van alsjeblieft ga door. Maar ik kan me voorstellen dat, want je hoort altijd, ja, we moeten het gelijk trekken met België. We moeten er een cabaretier neerzetten. Want daar hebben ze in België, hebben ze bij de... Ja, nee, precies. Dat zijn altijd dat lied wordt al jaren gespeeld. Dat België toch zo geestig is en wat wij doen, dat is somber stemmen. Ik zeg altijd, je hoeft niet te kijken. Hè? Er zijn allerlei meesterlijke programma's van de RTL waar u naar kunt kijken. En dan heeft u geen last van ons. Ze doen altijd net of er een soort kijkdwang is. Nee, die is het niet. Nee, ik moet zeggen dat ik koppel graag de beelden van Kissinger aan de twee slimste mens. Maar ik heb persoonlijk de ambitie om toch door te gaan tot ik 100 ben. Kijk. Even uitgaande van het feit dat ik een beetje helder blijf. Ik denk wel dat ik wat zal inkrimpen natuurlijk, maar dat lijkt me vanuit die positie van die stoel geen probleem. Je kan lekker blijven zitten, ja. Ja, de producent kan natuurlijk ook op een gegeven moment nog zeggen van nou, we moeten nu, hè, om dit succes vast te houden, moeten we misschien nu het format aanpassen. Ja, dat kan niet, want het format is vastgelegd. Het is een Belgisch format. Ja, voor de persoonlijke... Sterker nog, de eerste twee jaar hebben we een Belg, die zat er altijd bij om te kijken of het wel goed deed. Die viel toch in slaap altijd? Dat weet ik niet, dat zou best kunnen. Of was jij dat die in België was gaan kijken en daar in slaap viel? Wij zijn in België naar een opname gaan kijken. Op die tribune met man, die schrikken. Man, dat duurde eeuwig. Met die houten banken. Die enorm populaire, lollige presentator daar. Nou, die reegde fouten aan één. Het was pijnlijk om te zien. Hij heeft hiermee gedaan. Zij deden een uur langer over een opname dan wij. Wij doen ze in anderhalf uur. En daar heb ik 2,5 uur gezeten. En dat voor twee bejaarden? Ja, dat voor twee bejaarden. Kwikke bejaarden. Ja. Die alle intentie hebben om meerdere bejaardenrecords te breken op dit punt. Ja, ja, wat de luisteraars dan ook hadden gezien is van dat ze zeiden van Herman van der Zandt gaat toch niet zomaar alles bij de NOS opgeven. Wat hij doet de tour, hij doet verkiezingen, rondje politiek, hij doet evenementen. Waarom zou hij dat allemaal achterlaten? Dan moet bij de KO-NCRV wel iets groots tegenover staan. En dat is dan de slimste. Met het mes op tafel schijnt hij ook mee te stoppen. Ja, daar moet hij mee stoppen. Dat wil de KRO niet. Ik weet niet van wie dat programma is, dat mensen van Max, volgens mij. Van Max, kijk, dat willen ze niet combineren. Kinderachtig, dat is ook zo'n kinderachtig gedoe in Hilversum. Die claimcultuur, hè. Als je A doet voor B, dan kun je niet A ook voor C doen. Dat is allemaal van een kinderachtigheid. Dat is waarbij ook altijd ervan uit wordt gegaan dat er ongeveer één kijker is in Nederland en die bepaalt dan waar naar gekeken wordt. Kom nou gauw. Ja, natuurlijk, het tv-landschap is totaal versnipperd. Dat kan je toch iedereen, kan je dat vertellen. Okay, dus jullie... Ik denk dat Mies Bouwman moeiteloos 7 miljoen kijkers trok. Hè? Het was er één zender. Voor één van de acht. Nou, twee. Was ook wel, scoorde ze ook goed hoor. Maar geen sociale media en dat soort dingen? Nee, god wat een tijd was het. Hè. Je begint het spuug uit je mond te lopen. Dat je denkt, wat een heerlijke tijd was dat. We hadden nog geen klimaatprobleem. Mies Bouwman deed de televisie. Het is echt meesterlijk mee. Wat een tijden waren dat. En toen waren we nog echt gelukkig. Weet je nog wel, toen geluk nog heel gewoon was. Ja. En op een goed moment is dat ineens opgehouden. We zijn een heel boze natie geworden eigenlijk. En bedreigen we alle burgemeesters in Nederland. En iedereen, overal komen mannen met die fakkels. Ik heb het al over die fakkels gehad. Maar Jokke, waarom is er niet onderzocht dat de fakkelverkoop sterk gestegen is? Je hebt allemaal ideeën voor de journalistiek die hier oppert. Dus ja, zeg dat wel. Maar de fans kunnen hiervan gerust gaan slapen, want jullie blijven gewoon het programma doen. Ja, zo is het maar net. Oké. Okay. Even kijken, dan hadden wij nog een interview met Timmermans. En dat was wel interessant, want dat was over zijn tijd in Rusland. Ik moet even kijken of ik het erbij kan pakken. Dat was wel interessant. Nou, dat zullen we doen. Maar ik wou eerst nog iets heel interessants over het klimaat. Wou ik nog even signaleren. Dat mag, zeker. Want ja, we zitten dus met een opwarmend klimaat. En elk bosbrandje in de Mediterranee wordt daar aan geweten. Niet geheel terecht naar mijn idee, maar goed, zo is het. Maar er was groot nieuws deze week. Omdat een Deens onderzoeksteam heeft met behulp van een computermodel berekend dat de warme golfstroom... Die gaat er op korte termijn mee stoppen. 2050 dachten ze dat, dan zou het wel zo'n beetje stoppen. Maar het was zelfs mogelijk dat het al in 2025 ging stoppen.
En dat heeft natuurlijk heel verstrekkende gevolgen voor Noordwest-Europa. Want dan hebben we te maken met een snelle opwarming en met een hele snelle afkoeling. Hoe dat gecombineerd zich gaat voordoen, dat weten we nog niet. Maar misschien blijft het dan uiteindelijk ongeveer zo als het is. Dat zou nog kunnen natuurlijk. En waarom gaat dat dan mee stoppen? Dat ligt aan de warmte van het oceaanwater. En het Atlantische Oceaan vertoont ook allerlei eigenaardige verschijnselen. Want die circulatie van die golfstroom, bestaat uit warm water. Wat zeg maar iets boven de evenaar opgewarmd wordt. Dan stroomt dat naar het noordoosten in de Atlantische Oceaan. En dan koelt het geleidelijk aan af. En als het water koud is, zinkt het naar beneden. En dan stroomt het eigenlijk weer terug naar de plek waar het dan weer opgewarmd wordt. Het is een soort van warmtecirculatie, een warmtepomp zou je kunnen zeggen. En die brengt dus warmte, die stamt uit nou ja, zo'n beetje het Caribische gebied en zo, brengt die naar Noordwest-Europa. Want je moet niet vergeten dat Nederland ligt op de hoogte van Newfoundland. Nou weet ik niet of je wel eens met het vliegtuig naar Amerika bent geweest. En als het een beetje mooi weer is en je zit aan het raam, dan vlieg je een hele tijd over Newfoundland. Mm. Ik zweer je, dat ziet er totaal anders uit dan Nederland. Hoe ziet het eruit dan? Nou, dat ziet eruit. Dat zijn zwarte rotsen met ijsplekken. Oh. Ja, dat is echt heel koud, Newfoundland. Want New York ligt op dezelfde hoogte als Madrid. Nee, Rome. Rome is het. Madrid zal ook wel kloppen, denk ik. Ja. Dus dan zie je aan hoeveel zuidelijker New York ligt als bijvoorbeeld Nederland. Want dat is, nou ja, wat is dat van Nederland naar Rome? Dat is toch al 2.500 kilometer of zo, ja, dergelijks. Ja. Mogen we aannemen, ja. Terwijl je in New York verschrikkelijke winters hebt. Hè. Sneeuw bij een man, het hele tentje die ligt, staat stil voor dagen en dagen. Dus ik vond dat fantastisch nieuws. Hè. Dus het wordt warmer en kouder tegelijkertijd. Het is fantastisch dat wat ons te wachten staat in de loop van deze eeuw. Het is één groot verrassingsfeest. Kerstfeest en Sinterklaas gecombineerd. Hè. Warmte en kou, alles tegelijkertijd wordt over ons uitgestort. Maar heeft dit ook te maken met het koraal wat aan het afsterven was? Want dat berichtje hebben we. Nou, dat koraal dat afsterft, dat heeft te maken. Het schijnt dat koraal heel gevoelig is voor temperatuurschommelingen. En bij Florida was het zeewater, weet ik, 5 graden te warm feitelijk. Het koraal verliest dan zijn kleur omdat die kleine micro-organismen waar het zijn kleur aan ontleent, die verdwijnen, die stijgen, die vertrekken. Die gaan naar boven, begreep ik. Maar goed, ik vertel ook maar wat ik in de krant heb gelezen. Je was in ieder geval verheugd met dit bericht. Nou, ik dacht wat, ja, ik vond het feestelijk. Dat we geleidelijk aan een collectie van computermodellen hebben. Niet waar, waardoor je denkt, jongen, waar moet het heen? En toen had ik ook toch nog die film Interstellar bekeken. Ik denk, nou ja, dat is het natuurlijk. Hè. Ik hoop dat er binnenkort toch een wormhole zal worden ontdekt, waardoor we heen kunnen ontsnappen naar de grazige weide elders in het universum. Ik vond namelijk een buitengewoon onwaarschijnlijke film, moet ik je zeggen.